Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen de directeur van de Hakeringbank afgesloten. Vrouwenorganisaties in Suriname zijn niet te spreken over dit besluit. Onze redactie was in gesprek met de directeur van de center. Voor Julia Terborg, directeur van het Center for People Development, komt dit nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Het OM geeft in een persbericht aan dat het onderzoek vanwege uiteenlopende redenen langer heeft geduurd dan was gepland. Het onderzoek leverde ook onvoldoende feiten en of omstandigheden op om de directeur de status van verdachte te geven en in het verlengde daarvan de vervolging in te stellen. Hierbij is de strafzaak formeel afgesloten. Ja, het is eigenlijk echt een klap in het gezicht hoor, van de vrouwenbeweging, van de organisaties die bezig zijn met vrouwenrechten. Dit is absoluut niet wat we hadden verwacht. Kijk, het vraagstuk van seksueel molest is niet iets van vandaag. Het is eigenlijk iets van decennia. Eigenlijk was het was al in de jaren 90, begin jaren 90, dat er acties waren, onderzoek en protesten. En we zien dat we nu bijna 30 jaar verder zijn en dat het is eigenlijk verschrikkelijk dat we eigenlijk nog steeds op dit punt staan. Waarbij vrouwen hele belangrijke bijdrage leveren aan die economie. Ze participeren volop op die arbeidsmarkt. Ze zijn opgeleid, ze zijn geschoold. En dan zien we dat de werkplekken niet veilig zijn en dat vrouwen onvoldoende worden beschermd. En dat de wetten niet in place zijn om dat te doen. Maar ook, het gaat niet alleen om de wetgeving, ook op de werkplekken is het heel belangrijk dat er beleid is waardoor vrouwen gegarandeerd zijn van bescherming. En we zien dat dat nog steeds ontbreekt. De verweten handelingen zouden eventueel gekwalificeerd kunnen worden onder de wet seksueel molest op de werkvloer. Echter is deze wet nog niet in werking getreden, stelt het OM in zijn verklaring. Het vervolgingsapparaat gaf ook aan dat als betrokkenen niet eens zijn met het besluit, er civielrechtelijke als ook strafrechtelijk wettelijke interventies hiertegen mogelijk zijn. Terborg vindt dat de wet zo snel als mogelijk goedgekeurd moet worden in de Nationale Assemblée. En dat het niet alleen aangenomen moet worden, maar dat er ook gewoon op alle werkplekken dat de voorwaarden worden gecreëerd om dat beleid ook te implementeren, om die wet te implementeren. Want dat is wat we steeds zien met wetten. Er is een wet, maar uiteindelijk ontbreken de voorwaarden en de faciliteiten om die wet te implementeren. En ja, we moeten doorgaan. De strijd is nog lang niet gestreden, maar het bewijst wel, zeg maar, nog steeds die achtergestelde positie van vrouwen in die samenleving. En ja, hoe ongelijke macht werkt. Dus als ik u dat goed heb begrepen, moet dan de wet seksueel molest op de werkvloer zo snel als mogelijk onder de hamer in de Nationale Assemblée? Absoluut, absoluut. En er zijn al discussies gevoerd en er is ook al review geweest van vrouwenorganisaties op die wet. Wij hebben dus ook onze mening laten horen daarover. En het is heel belangrijk dat het nu gewoon er doorheen komt.